zeker zijn van Robert Reus. En we gaan even aanbellen. Oké, tulpen hebben heel veel verschillende soorten namen. Maar hoe komen jullie nou eigenlijk allemaal bij die namen? Nou, een tulp, er worden allemaal nieuwe tulpen gemaakt en veredeld. En dan gaan ze eerst onder een nummer. En dan uiteindelijk, als het een goed soort is, dan gaat de vinder een naam bedenken. Ja, dat kunnen bekende personen zijn. Heel veel plaatsnamen zie je. Zoals Santa Barbara heb je wel eens gehad.